Het is weer zover, een nieuwe maand en dus weer tijd voor een nieuwe video in de serie Interessante Aandelen. Ook in deze video wil ik weer twee aandelen gaan bespreken die mogelijk interessant zijn om aan je portefeuille toe te voegen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog om het kanaal te helpen. Maar ook als je uitkijkt naar altijd weer deze interessante aandelen. En ook in deze video gaan we dus twee aandelen zo meteen bekijken. Belangrijk altijd even van tevoren te zeggen dat het geen advies is. Ik ben geen financieel adviseur. Doe ik dan altijd nog zelf onderzoek naar de aandelen voordat je een aandeel gaat kopen of verkopen. En voordat we beginnen met de twee nieuwe, kijken we altijd even terug naar de aandelen uit de vorige video. En eigenlijk ook een beetje naar de markt, hoe die is gegaan de afgelopen maand. Zoals bijvoorbeeld de AEX, die staat 3,2% in de plus. Al stonden we halverwege februari nog 7,3% in de plus. En zijn we dus vooral in de tweede helft van februari hard gedaald. Kijken we naar de S&P 500, 2,3% in de plus. En hier zien we in principe hetzelfde. Eerst een flinke stijging, maar vooral in de laatste week van februari een hele flinke daling. En daar heb ik trouwens afgelopen vrijdag ook nog een video over gemaakt. Wat er aan de hand is, maar vooral ook waarom de markt er zo op reageert. En een link vind je hier bovenin in de video, of onder deze video zal ik trouwens een link plaatsen. Het eerste aandeel dat we vorige maand bespraken was FedEx de Giro. Dat is 14% in de plus gegaan. Dat heb ik toen gekozen omdat beleggen gewoon heel erg populair is op dit moment. En dat zien we ook alweer terug in de koers de afgelopen maand. En het tweede aandeel van vorige maand was de Accel Groep. Met de fietsenmerken. Elektrisch fietsen was heel erg populair. Ook een heel erg mooie groei. En zeker ook vandaag zien we nog een echte piek met plus 2,3% in de plus op dit moment. En kijken we even naar de S&P 500 de afgelopen maand in de map van Finviz. Dan zien we dat verschillende financiële bedrijven het vooral goed deden. Linksonder zien we bijvoorbeeld JP Morgan met plus 15% en Bank of America met plus 16%. En we zien ook eigenlijk de grote techbedrijven die juist flink in de min staan. Apple met min 15%. Amazon met min 4% en Tesla met min 22% in de afgelopen maand. Maar genoeg over de afgelopen maand. Kijken we nu naar het eerste interessante aandeel voor deze video. Dan is dat GoDaddy met tickersymbol GDDY. En GoDaddy is een webhoster waar je dus je hosting, domeinnaam en andere producten en diensten kunt kopen voor je website en voor e-mail. Ze zijn de grootste domeinregisterhouder ter wereld met 80 miljoen domeinen onder beheer. Ze hebben 20 miljoen klanten en meer dan 9000 werknemers. En kijken naar de laatste kwartaalcijfers, de meest recente over 2020, die zijn uit het vierde kwartaal en eigenlijk afgelopen maand pas bekend geworden, dan zien we best wel goede resultaten. 13% meer bestellingen, 12% meer omzet en 1,4 miljoen nieuwe klanten erbij het afgelopen jaar. En hier zien we ook hoe dat verdeeld is in verschillende groepen. Dus we zien dat domeinnamen plus 14% is gegaan. De hosting plus 5%. Maar vooral de zakelijke diensten deed het heel erg goed met plus 20%. En hier valt bijvoorbeeld Microsoft 365 onder. Maar ze hebben volgens mij ook verschillende diensten met kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld om juist jouw website, jouw dienst, jouw product te verbeteren. Kijken we naar de cashflow, dan neemt hij de laatste jaren toe met zo'n 15% per jaar. Dat is dan het geld dat beschikbaar is vanuit het bedrijf, vanuit haar activiteiten, voordat aan financiële verplichtingen is voldaan. En kijken we naar de uitgaven, dan hebben we het vooral over marketing en ook advertenties. Daar hebben ze 440 miljoen in geïnvesteerd, zal ik het maar zeggen. Maar dat is het wel waard geweest, want voor iedere dollar die ze hierin uitgeven of investeren, neemt het aantal bestellingen toe met 85 cent op een bestelling. En uiteindelijk zorgt dat ook voor nog eens 45 cent extra bruto winst. Dus dat is meer dan erin wordt gestopt. Dus dat is een goede investering, zou ik dan wel kunnen noemen. Op de volgende sheet komen we dan met een best wel belangrijk punt tegen. Er is namelijk eenmalig een betaling gedaan van 850 miljoen in het tweede kwartaal van 2020. En op die manier werd er volgens mij 1 miljard aan belastinggerelateerde betalingen juist wordt daarop bespaard tot 2028. Dus we pakken even het kwartaalrapport van Q2 erbij op zoek naar wat meer informatie. Want ik ken het principe eigenlijk niet. Dus ik heb ook een beetje gezocht naar meer uitleg. Omdat ik heb niet helemaal kunnen vinden. Weet jij wel hoe dit gaat? Hoe dit in zijn werk gaat? En wat de regels daarvan zijn? Laat dat dan even weten in de reacties onder de video. Maar zover ik het hier eruit kan halen, hebben ze dus eenmalig 850 miljoen betaald in wat ze noemen een TRA settlement. Oftewel een overeenkomst.
Dit bespaart 1 miljard dollar in cash en belastinggerelateerde betalingen tot 2028 en 700 miljoen dollar daarna nog. En afhankelijk van welk belastingpercentage er van toepassing is, of dat nou 21% is of 28% in de toekomst, zou dit een rendement van 9 of zelfs al 13% moeten opleveren. Het is belangrijk om dit wel te weten, omdat ze hiervoor een extra schuld zijn aangegaan, of tenminste, ze hebben weer geld geleend, dus de schuld is groter geworden. Maar dat verdienen ze wel terug, omdat ze met een rendement van 9 of zelfs 13% wat ze denken te behalen, terwijl het eigenlijk door het te lenen ze maar 3% rente betalen over die schuld. Dus dat verschil van 6 tot misschien wel 9%, dat is natuurlijk ja, extra rendement. Kijken we weer verder naar de laatste kwartaalrapport Q4, dan hebben we ook een outlook voor 2021. We kunnen kijken naar alleen het eerste kwartaal, maar wat ik liever doe is vaak verder vooruit kijken. En dan gelukkig geeft ze dat ook aan voor het hele jaar 2021. En in 2021 verwacht GoDaddy dan een 12% groei in de omzet naar in totaal 3,7 miljard dollar en 15% groei in cashflow naar 945 miljoen. En op alle onderdelen van hun diensten, hun bedrijf, een groei van tussen de 7 en 20%. En we kunnen ook de financiële cijfers en ratios gaan bekijken. Maar juist door die betaling en die lening die daarbij hoort, geeft dat op dit moment een vertekend beeld. Dus dat laat ik eventjes buiten beschouwing in deze video. Waarom vind ik het dan interessant? Want er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom ik naar GoDaddy kijk. Maar zoals altijd zeg ik natuurlijk weer, doe zelf goed je onderzoek naar een aandeel en volg niet alleen mij of juist anderen. Want iedereen is anders en iedereen heeft een andere looptijd, een ander risico en een ander vermogen. Dus daarom is het heel erg goed om zelf onderzoek te doen. Kijken wat jij belangrijk vindt, maar ook omdat je op de hoogte bent van je eigen situatie. Maar kijken we naar GoDaddy, dan hebben we ten eerste een groeiverwachting. Want we zagen al dat GoDaddy zelf verwacht dat ze het komende jaar, zeg maar, 12 tot 15% meer omzet gaan draaien. Maar dat vertaalt zich natuurlijk weer in een hogere winst. De omzet neemt vaak toe, maar de kosten blijven vaak voor een groot gedeelte hetzelfde. Dus de extra omzet zorgt voor hogere winst. En dat zien we hier ook terugkomen, want de verwachting is dat ze de komende jaar met meer dan 55% groeien wat betreft winst. En we zien dat ook terug in de winst, dat die veel harder groeit dan bij concurrenten. Terwijl eigenlijk de omzet bij concurrenten juist weer harder groeit. Dus hieruit kunnen we eigenlijk wel opmaken dat GoDaddy de producten heeft met een hele goede marge. Want een kleine toename in omzet zorgt voor een flinke toename in de winst. En kijken we dan naar de waardering. In 2021 was het niet echt een goed jaar voor GoDaddy als je zo kijkt. Mede dus door die betaling van 850 miljoen die ze nu eigenlijk naar voren hebben gehaald. En natuurlijk de bijbehorende lening zoals ik eerder al zei. En dat zien we ook terug in de winst per aandeel. Die was namelijk negatief in 2021. Maar de verwachting voor 2022 en later, die is juist weer erg goed. Dus het is ook wel echt weer een aandeel voor de langere termijn om het vol te houden. En ook dat zien we waarschijnlijk weer terug in de waardering van het aandeel. Volgens Simply Wall Street ondergewaardeerd met 30% op dit moment. En kijken we naar tipranks, dan zien we 7 analisten die allemaal een koopadvies geven. Waarbij de laagste analyse uitkomt op $100 en het gemiddelde op $108 per aandeel. Oftewel een mogelijke winst, een toename van 34% in de komende 12 maanden. En wil jij nu ook aandelen kopen? Bijvoorbeeld GoDaddy of juist een ander bedrijf? Ik beleg via de Giro, net zoals 1 miljoen anderen. Wil je beginnen met beleggen via de Giro? Een link daarvan vind je onder deze video. Een account openen is gratis, maar het helpt wel het kanaal. Dus dat waardeer ik enorm. En het zorgt er ook voor dat ik in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan onder de video op abonneren om nooit meer een video te missen. Gaan we door naar het tweede aandeel van deze video. En dat is Ultra Clean Holdings met tickersymbool UCTT. Vorige maand hebben we het al gehad over de VanEck Semiconductor ETF. Want op dit moment zijn computerchips gewoon heel erg populair en zijn er overal tekorten. Bij heel veel autofabrikanten, maar ook bij Sony met hun PlayStation. Ultra Clean Holdings zorgt voor de machines, modules en andere zaken voor bedrijven die eigenlijk die computerschips en beeldschermen maken. En zoals je misschien wel ooit hebt gezien, gebeurt die productie in zogenaamde clean rooms en mag er dus geen stof bij komen. Daarbij worden er ook nog eens gassen gebruikt bij de productie. En dat moet dus allemaal veilig en vooral ook schoon gebeuren. En dat is juist waar Ultra Clean voor kan zorgen en dat de diensten met producten eigenlijk die ze leveren. Kijken we naar de jaarcijfers van 2020. We lezen dat het eigenlijk een heel goed jaar is geweest met nieuwe records. En dat het op zich alweer het vijfde jaar is dat ze de sector weten te verslaan wat betreft groei. In het vierde kwartaal hadden ze $370 miljoen omzet. En de verwachting voor het eerste kwartaal van 2021 is tussen de 375 en 405 miljoen omzet.
helaas geen verdere verwachting voor het hele jaar van 2021. Het is een wat kleiner bedrijf, alhoewel het wel een marktwaarde heeft van zo'n 2 miljard. Maar ze hebben geen mooie presentatie van hun kwartaalcijfers. Vandaar dat we even werken met verschillende screenshots van ook weer verschillende websites. Hier zien we eigenlijk de cijfers en de grafiek van het laatste jaar. De laatste maand zien we het aandeel plus 15% doen. De laatste 3 maanden plus 40% en het laatste jaar plus 120%. Het is dus wel een aandeel wat al een flinke stijging heeft meegemaakt. Kijken we echter naar de cijfers, dan zien we ook een omzetstijging. Het laatste kwartaal 29%. Een omzetstijging van 30% vergeleken met een jaar geleden. Een PE ratio van 24, terwijl eigenlijk de sector... De semiconductor sector het gemiddelde op 38 ligt en een forward PE ratio van 14,6, oftewel het ratio gaat dalen en hiermee komt eigenlijk dus de winst per aandeel zal dan waarschijnlijk toenemen ten opzichte van de koers is de verwachting. Kijken we naar de earnings per share, oftewel de winst per aandeel, dan zien we dat die dus ook hard gestegen zijn het laatste kwartaal met 145%. Maar dat zoals gezegd er wel een verwachting is dat deze ook nog verder zal stijgen. En in dit geval dus met 63% voor het komende kwartaal. Bij de marges zien we een winstmarge van 5,55% en flink stijgend eigenlijk in de laatste kwartalen. Maar dat is ook logisch omdat juist de omzet toeneemt en vaak dan de vaste lasten voor een groot gedeelte in ieder geval hetzelfde blijven. En bij de bruto marge zien we dan ook een kleine toename daarin. En hier zien we dan het totaaloverzicht van de balans, resultatenrekening en de cashflow van de laatste 4 kwartalen. En pauzeer deze video even als je hier nog uitgebreid naar wilt kijken. Ook bij dit aandeel kunnen we natuurlijk afvragen waarom is het interessant. En ook hier wil ik dan weer gaan kijken naar ten eerste de groeiverwachtingen en vervolgens ook de waardering. Kijken we naar die groeiverwachting, dan zien we dat er verwacht wordt dat de winst met 25% zal toenemen. En dat is beter dan zowel de markt, maar ook zeker de sector waar ze in zitten. En bij de omzet zien we eigenlijk hetzelfde, alleen dan met een percentage van 11,3%. Kijken naar de waardering, dan zien we eigenlijk verschillende waarderingen. Het is net een beetje welke website je bekijkt. Zo zien we bijvoorbeeld hier dat het overgewaardeerd zou zijn met 70%. Terwijl andere websites juist inschatten dat het tussen de 10 en 20% is ondergewaardeerd. Kijken we dan wederom naar wat analisten verwachten het komende jaar. Dan zien we dat 5 analisten allemaal een koopadvies hebben. De laagste waardering komt overeen met ongeveer de huidige koers. Maar gemiddeld komen we uit op $54.80. Oftewel een koers die 18% hoger ligt dan de koers op dit moment. Een aandeel dus in die sector van semiconductors, wat al wel een hele mooie winst heeft meegemaakt of een koersstijging heeft meegemaakt het afgelopen jaar. Maar waar volgens analisten ook nog zeker rendement te halen valt het komende jaar. Een wat kleiner bedrijf wat bij niet heel veel mensen op de radar staat, of in ieder geval bij een stuk minder mensen op de radar staat dan bij de grote bekende namen in deze sector. En vandaar dat het waarschijnlijk ook een stuk eerlijker gewaardeerd is op dit moment. Dus dat zijn allemaal redenen waarom het mogelijk dus een interessant aandeel is. Maar zoals altijd, ga goed zelf je onderzoek doen om te kijken of jij het daarmee eens bent. En of het dus inderdaad iets is wat bij jouw situatie, bij jouw portfolio past. Wil je nou een aandeel kopen? De aandelen die ik in deze video heb besproken of misschien andere aandelen. Een link naar de Giro, de broker waar ik dus het meeste van mijn geld belegd heb, vind je onder deze video terug. En laat daar ook vooral je reacties achter, feedback, tips, andere dingen waarmee je mij of andere kijkers kunt helpen. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Maar ook op die manier help je het YouTube kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar bijna geen lid van het kanaal? Ook daarvan vind je onder deze video een knop om te abonneren. Klik eventueel op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.